Bo en super leuk dat jij kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag ga ik iets doen wat heel veel is aangevraagd en ik heb het al een keertje eerder gedaan. Ik ga vandaag weer reageren op mijn oude musclies en de vorige keer waren deze best wel cringe. Ik ga vandaag dus voor de tweede keer reageren op mijn oude musclies. Vind je dit nou leuk? Doe dan zeker weten een pluimpje omhoog. Vergeet onder niet te abonneren en let's get started! En gaan we beginnen met de video. Heb ik voor jullie eerst nog even een korte onderbreking. Want ik heb superleuk nieuws. Ik ben een tijdje geleden voor de KNVB naar een WK-kwalificatiewedstrijd geweest van het Nederlands dameselftal. Ik heb hier voor jullie de leukste momenten vastgelegd. Maar ik heb nog iets veel leukers gedaan. Bij de KNVB heb je namelijk de Jonge Leeuwen. En het zijn jonge kinderen die erg fan zijn van voetbal. Wanneer je aanmeldt voor de Jonge Leeuwen kan je hiervoor uitgekozen worden. En kan je dus mee het veld oplopen. Mag je misschien wel penalty schieten in de pauze. En zo zijn er allemaal leuke activiteiten. Ik heb deze dag meegelopen met de Jonge Leeuwen. En mocht daarom ook mee het veld op om de penalties te bekijken. Heb samen met hun gezellig gepraat. Ik heb gezien hoe ze met z'n allen het veld opliepen en het was een superleuke ervaring. En de Jonge Leeuw vond het ook echt fantastisch. Ook dit kan je terugvinden in mijn vlog. En ben je benieuwd geworden, dan denk je, ik moet die vlog even checken, want geloof me, je wilt het niet missen. Dan kan je best even het linkje in de beschrijving checken en dan ga je naar het kanaal van de KNVB, oftewel Ons Oranje. Dan was dit een korte onderbreking. Ga de vlog zeker weten checken. Dan gaan we nu verder met de video. Ja, ik ben even aan deze kant van het scherm gaan zitten, zodat jullie zo meteen aan de andere kant van mij mee kunnen kijken op mijn scherm. Naar de musclies en als eerst even naar mijn muscly account. Het account wat je hiernaast ziet is mijn musclie account. Ik heet op musclie xbo met 5 uurtjes op het einde. Mocht je me nog niet volgen, mijn naam staat nu in beeld, dus volg me even. Zoals je ziet heb ik op dit moment 306.000 volgers. En dit is echt een enorm groot aantal en ik ben hier ongelooflijk blij mee. Ook heb ik op dit moment bijna 60 miljoen hartjes. En hartjes betekenen likes. Dus ik heb in totaal gewoon bijna 60 miljoen likes. Niet normaal. Ik ga helemaal naar onder scrollen. Want ja, dan komen we terecht bij mijn oude video's. Dit gaat heel lang duren. Ik ben helemaal onderaan mijn musclie account beland. En de eerste musclies die hier allemaal staan heb ik al een keertje op gereageerd in mijn andere video dus. Dus we gaan ietsje naar boven. Nou, ik zie hier steeds meer lip-sync video's en hiermee bedoel ik video's die ik zo uit de hand heb gefilmd. Ga er even eentje bekijken, ik ben benieuwd. Oké, ik vond deze musclie best wel grappig. Ik maakte eerder heel veel comedy musclies. Bijna elke musclie van mij was een comedy musclie. Omdat je hier heel snel op uitgericht kon worden en dan krijg je heel veel likes en heel veel volgers erbij. Dat was toen echt mijn doel, dus we gaan even wat verder naar boven om te kijken of ik ook lip-sync heb. Ik zie hier wat lip-sync. Ik moet eerlijk zeggen, ik vind mijn lip-sync skills nog helemaal niet zo slecht voor iemand die echt net begonnen was met muscly. Wel merk ik dat ik heel erg, ik weet niet, ik film het van een hele rare hoogte of zo, waardoor ik een heel ander hoofd kreeg of zo. En ik stelde hier natuurlijk nog elke dag mijn haar. En daardoor krijg ik sowieso een heel ander gezicht. Maar op zich, kijk, het was allemaal redelijk. Nu ben ik benieuwd wat ik nog meer heb. Ik heb hier heel veel lip-sync muscles, zie ik. Oh, deze ziet er wel wat anders uit. Even die bekijken. Leuk. Ik bedoel, ik was hier heel erg bezig met het maken van creatieve musclies. En dat vond ik gewoon toen heel erg leuk. Maar je ziet er ook heel veel musclies met roos. En deze weet ik nog, dit was in de supermarkt. En dit was zo beschaamd, maar ik wou zo graag zo'n video. Het is echt raar. I have a pen. I have an apple. Jongens, besef, dit was gewoon midden in de supermarkt. Wij stonden daar, Roos was me aan het filmen en ik stond daar met een pen. We hadden speciaal pen meegenomen naar de winkel, hè. Ik stond daar met een pen en een ananas en een pen en een appel. En ik zat er zo, dat was super raar. Maar uiteindelijk hebben we best wel een leuke musclie gehad. Ik heb hier ook een musclie en oh, hier zat zoveel tijd en ik weet het nog. We waren in Amsterdam en we hadden dit gezien bij een Amerikaanse muse. En we dachten, oh my god, dit willen we echt proberen. Nou, dit is er uitgekomen en je kan, ik vind de transition hierin niet heel goed, maar het is wel leuk, gewoon het idee. Oh.
Kijk, ik vond deze heel erg leuk. En ik weet nog precies, mijn telefoon had 1%. En we hadden geen lader mee. Vandaar dat we hem ook zo snel afkapte op een gegeven moment. Dat we gewoon mijn hand zo voor de camera deden van doei. Maar ik vind het wel leuk, weet je. Ik was zo creatief bezig met muskies. En ik deed zoveel mijn best. En ik vind het wel erg leuk om terug te zien. Hier weer standaard lip sync. Weer met stijl haar. Ik merk heel erg bij mijn muskies hier dat ik heel erg stijf was of zo. Het was echt zo en dan... Het ging niet vrolijker en veel losser. Het was echt te gemaakt of zo. En ik zeg niet dat het verkeerd is, maar het was wel heel anders. En ja, ik denk dat op de manier hoe ik het nu maak, ik het wel mooier vind. Maar alsnog, weet je, ik was hier net begonnen met muskies. Dus ik vind niet dat ik er heel erg extreem over kan oordelen. Wel vind ik ze gewoon heel erg leuk geworden. En ik zie hier ook een muskie. Oh ja, jongens, dit is de wenkbrauwtijd. Voor de mensen die mij heel erg lang volgen, weten ze precies wat ik bedoel. Er is een tijd geweest, dit was vorig jaar rond april of zo, dat ik echt extreem mijn wenkbrauwen ging tekenen. En hier is niks mis mee, maar wel wanneer je de verkeerde kleur hebt en het veel te donker doet, dan krijg je dit. Ja, enjoy. Dat was dus mijn wenkbrauwtijd. En ik weet niet, maar niemand zou tegen mij van... Wow, wat doe je met je wenkbrauw? Weet je wel, iedereen was het gewoon een soort van gewend. En nu ik het terugzie, denk ik echt van... Wat heb ik hier gedaan? Wat doe ik? Maar in die tijd, weet je, niemand zei het. Ik dacht gewoon dat het normaal was. Oké, dan gaan we hier naar de volgende. Deze is gemaakt tijdens kerst. En deze is samen met Roos. En dat was volgens mij een comedy. Around Christmas, everybody becomes a Spice Girl. Ik vond die echt leuk en hij heeft ook best wel veel likes. Hij heeft 77.000 likes, dat is echt veel. We komen nu aan bij de nieuwjaar muskies en dit heb ik allemaal op oudjaarsavond gemaakt. En het was dus zo, ik heb dit op mijn kamer gemaakt. Ik stond met sterretjes in mijn kamer, doe dit nooit. Er staat op die sterretjes en vuurwerkdingen, doe dit niet in huis. Ik dacht, nou, je kan wel. Maar er lag een papiertje op de grond. Toen liet ik dat sterretje op het papiertje vallen. Helemaal gat in dat papier. Dus ik helemaal dat papier uitslaan en zo met allemaal andere dingen. En uiteindelijk is het goed gegaan. Maar ga dus nooit met sterretjes of dat soort dingen binnen. Want dan gaat het echt fout. Wel gaan we even kijken naar de muskies. Want ik was hier behoorlijk trots op. Het is uiteindelijk wel een leuke muskie geworden, maar mijn halve kamer had wel gewoon in de fik kunnen staan. Doe dit dus nooit. Dan gaan we weer naar de laatste muskie. En dit is een muskie die ik samen met Roos heb gemaakt. En dit was de tijd dat Roos en ik nog geen muskie-account samen hebben. Die hebben we nu wel. Roos en Bo. Maar hier waren we wel heel erg bezig met van die dansjes te doen en dat soort dingen. En volgens mij waren we hier heel erg lang mee bezig. En dat is toen best wel leuk geworden. Zoveel van Ariana Grande. Dit vonden we ook zo leuk. Echt. Dit was gewoon ons hoogtepunt. Ik vond het zo leuk om van die dansjes te maken en zo. En dan het helemaal op muskie te doen en naar jullie te laten zien. Dit was weer de YouTube video. En vond je het leuk? Doe dan zeker weten een duimpje omhoog. Vergeet hieronder ook niet te abonneren. En wil je nou een keertje een YouTube video waarin ik oude muskies ga namaken. Door middel van het maken van duetten. Dus helemaal zelfde kleding, zelfde moves en alles namaken. Laat het mij hieronder wel even weten in de reacties of stem hierboven in de poll. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken en tot de volgende keer. Doei doei!